Nog 100 meter. Vijftig meter. De start is gevallen, de paarden zijn onderweg. En er is strijd om de leiding met Beating Keats in het tweede spoor. Maar kijk naar Tom Kooijman. Hij heeft een prachtige start gehad met zijn Discovery's Wish. En komt tussen de paarden door al naar plaats 4. En de deelnemers gaan de eerste bocht opzoeken met Beating Keats aan de buitenzijde van Fateful Power. En rond de huizen meldt zich daar Kato C. Achter deze deelnemers was er ook een goede start voor Col van Kamster. Daar gaat de favoriet van de benen. Dora de Boko maakt daar de galoppade. Het was een paard. Te grote vijf, favoriet vijf, in mijn zin. En nu ook een galoppade voor een der andere deelnemers in het achterveld. En dat is het paard van John de Leeuw, Baby Blue. Paarden komen weer in de rechte lijn voor de tribune. Drie, galop. En het is daar dat Beating Keats nog altijd de aanval inzet op de koppositie van Fateful Power. Fateful Power, Beating Keats, Col van Kamstra. Daarachter aan de buitenzijde Kato C. En op de vijfde plaats sluit aan Discovery's Wish. Deze paarden dan met wat voorsprong op het nummer 7 van Dorado. Maar die gaat nog wel proberen de aansluiting te bewerkstelligen. Voorlopig lijkt het erop dat deze 6 paarden de prijs onderling gaan verdelen. En daarbij lopen op dit moment 3 giganten van outsiders op de eerste 3 plaatsen. Waarbij aan de binnenkant Fateful Power nog altijd dicteert. Op de tweede plaats hebben we dan aan de buitenzijde Beating Keats. Aan de binnenzijde het nummer 10 van Col van Kamstra en daarachter Kato Zee. Die ligt er dreigend bij en aan de binnenzijde met veel paarden voor zich en naast zich. Paard nummer 12 Discovery's Wish en Dorade volgt daar dan nog vlak achter en zo schuift het veldje nog wat verder ineen en koersen we af op de laatste bocht. En op weg naar de laatste bocht maakt Jeroen Offeringa zich een lengte los met zijn nummer 1 Fateful Power. Op de tweede plaats aan de buitenzijde nog altijd die Beating Keats. Col van Kamstra die zit daar aan de binnenkant op plaats 3. En achter Col van Kamstra is dan aan de buitenzijde Kato Zee. Nu gaat ook naar tweede spoor. Paardse nummer 12 Discovery's Wish. En die twee paarden die trekken ter aanval. Maar Kato Zee is het paard dat op dit moment de beste indruk maakt. Kato Zee in het derde spoor. Paard 6. 6 galop. Brengt het veld de laatste rechte lijn in met Beating Keats. En aan de buitenzijde komt dan ook nog die aanval van paard nummer 12 Discovery's Wish. Col van Kamstra zat heel makkelijk achter de koppaarden en kwam met een galoppade er vanaf. En we gaan op weg naar de finish. Het gaat tussen Kato Zee en aan de buitenzijde Discovery's Wish. Discovery's Wish komt nader, maar Kato Zee heeft nog altijd de leiding in handen. Kato Zee op weg naar de finish gaat stand houden. Kato Zee, Discovery's Wish en op afstand dan een verdienstelijke Beating Keats op plaats 3. En datzelfde geldt voor de vierde aankomende paard nummer 7 Dorado. De winnaars zijn officieel, dames en heren, van koers 3. En dat zijn geworden Kato C en Bas Krebas. En met deze overwinning van Kato C gaat Bas Krebas op voor het trainerskampioenschap hier in Groningen. Het paard is ooit gefokt door de veredelingsbedrijf Kruiningenhof Band. Dat was een aardappelveredelingsbedrijf en is nu inmiddels bezit van meneer Krebas, de zoon van de eigenaar van ooit van het aardappelveredelingsbedrijf. Bas Krebas, dat zag er weer heel simpel uit. Ja, hij won nog heel makkelijk. Hij sprong 2 keer in de eerste 4 koers. Dat verbaasde me. Maar nu weer wat veranderd en nou pakt het goed uit. En de baan hier in Groningen, ligt hem ook goed? Ja, hij heeft hier geen problemen mee. Dankjewel. Een applaus, dames en heren, Kato Zee en Bas Krebas.